Yeah. Mensen, toch tot een video. Mijn naam is Wesley van fifaboy 1999 met vandaag weer een nieuwe Fred Rutte FC Groningen Career Mode. En vandaag gaan we weer een aantal wedstrijden spelen. We starten met de wedstrijd tegen AZ. De halve finale van het KVB beker toernooi. Die ik verrassend genoeg toch ga simuleren. De halve finale van de beker. Hopen dat we toch nog doorheen komen tegen AZ. Maar we verliezen met 2-1. Dat is een klein nadeel. We liggen dus uit de beker. Gestrand op de finish zou je kunnen zeggen. Maar ja, ons doelstelling hebben we wel gehad. Dat is een voordeel. En de wedstrijd tegen Vaarnoot staat nu op het programma. En die wedstrijd gaan we spelen. Volgens mij? Nee, die ga ik simuleren. Die ga ik. Uh, die ga ik niet simuleren. Wat gaan we even kijken? Ik ga even kijken. Hoor. Eerst even Robbert eruit halen. Ik doe Balk erin. Die wedstrijd tegen Vaarnoot gaan we spelen. Uh, Postema gaan we erin zetten. Da zetten we erin. En even kijken. Een Nee, Kinda eruit, Kieter in, Oosterwolde eruit en Houser erin. Haroui voor Ekkelenkamp. Zo dus dit het eigenlijk op elftal. Heel veel al op plekken aangepast, zoals jullie al kunnen zien. Bosch gaat erin voor Diemers. Wat we op een goede wedstrijd tegen Feyenoord. Trouwens, morgen hebben we ook een FC Groningen career mode. Maar dan is het ook bekend, want dan gaan we ook ons nieuwe contract tekenen. Want de volgende aflevering sluiten we het seizoen af. De FC Groningen seizoen. hebben We twee seizoenen bij FC Groningen gezeten en dit is een stap... Wel terecht. Ik kan jullie misschien al verklappen. We maken een stap in Nederland. Toch gaan we nog in Nederland een Nederlandse stap maken. Voordat we naar het buitenland gaan. Misschien blijf ik niet zo lang bij die club. Misschien een jaartje. En dan gaan we kijken. Of we een mooie club krijgen in het buitenland. Of misschien wel gewoon twee jaar. Wie weet, wie weet, wie zou het zeggen. Jullie gaan het allemaal zien. Morgen gaan jullie zien welke club we gaan tekenen met Fred Rutte. Een Nederlandse club. Dat is wel één ding wat zeker is, zeker is. En ook de vijfde career mode loopt op tot zijn eind. En daar wordt ook volgende week duidelijk met welke, met welke trainer. Want er waren natuurlijk vier opties. En met welke club we dat gaan doen. Ook dat zien jullie volgende week. Er dus zijn ja, veel dingen om naar uit te kijken natuurlijk. Wij zijn begonnen aan de wedstrijd. Maar toen SIWA, die nou natuurlijk bij vijfde speelt, die de bal wel heel ver. Bozjaniek. Moeten we uitkijken. Druk wordt gezet door de Kiek. Nog steeds Bozeniek. Narsing. Van de bal gezet. De Kiek. En de bal richting Bakker. Wij nu in de aanval. Bakker. Op de flanken meegeven richting Balk. Daar komt de bal ook. Balk nu. Balk die uh, komt er langs. Die doet het goed. Remco Balk. Gaat zelf schieten. Balk. Ja, dan wacht hij te lang. Dan is de bal uiteindelijk hier weer. Voor Feyenoord. Bozeniek. Uitkijken. Sinisterra. Bakker die goed mee verdedigt. Ja, als we. We vertrekken naar de Nederlandse club. Is alleen zeker dat we Bakker niet mee kunnen nemen. Want hij is gewoon te veel geld waard. En dat de ploeg waar wij gaan. Ja, die heeft niet zoveel geld. Ah, eigenlijk weet ik nog niet eens. Want we moeten nog natuurlijk dat nieuwe seizoen. Dus ik weet niet hoeveel we dan qua, salaris, eh, qua transferbedrag krijgen. Maar wat wel duidelijk is. Ik ga proberen Joosten naar die club te halen. In ieder geval mijn beste spelers die ik hier heb. Al wel. Robben laat ik gewoon bij Groningen zijn uh, seizoen, zijn uh, profcarrière afsluiten. Uh, maar ook Haroey die we pas gehaald hebben. Ik wil die naar die club halen waar ik naartoe ga. Kortom, jullie gaan het morgen allemaal zien. Trouwens, zus kunnen jullie er dan achterlaten in de video van morgen. Voor de nieuwe careermod van Fred Rutte. Maar dan moeten jullie, dus e dan moeten jullie eerst wel weten welke club het gaat worden. En dat gaan jullie morgen zien. Hier komt de kans voor rust. Bal weggehaald door de verdediging. Opgevangen door... Uh, bijna hier door... Uh, wie, wie stond daar voorin? Ik kijk helemaal. Oké. Had ik niet verwacht. Narsing. Nashing, Singh druk, goed gedaan. Dacrous, Hauser, Postema. Postema, Hauser, kans nu voor Groningen. Minuut 43, Hauser, voorzetten richting Bos. Bal weggehaald door de verdediging. Maar nu de bal voor Matusiwa, Kokciu. Fijn dat nu weer de aanval. Bozeniek, bal onderschept door Rekiek, Bal hier bij IE, oud er ook. Hier de bal bij Dankelui. Bos, Postema. Bostema over de lucht naar Haroey, komt er de eerste kans van Groningen zo vlak voor rust. Dan is het ook een doelpunt. We staan 1-0 voor. En ja, het is wel tegen fijn. dat is iets minder. Maar voor ons in deze career met Fred Rutte, ook tegen zijn oude club, hij zich ook bij be Feyenoord gecoacht heeft, is het wel mooi dat wij 1-0 voor staan voor de competitie. Want We kunnen nog in strijd gaan om het kampioenschap. Het klinkt raar, maar het kan wel. Ligt er aan wat andere partijen gaan doen natuurlijk. De tweede helft ondertussen begonnen. Dankelij Goh, krijgt de bal hier, nee, dan is het. Uh... De doeltrap voor Feyenoord. Ten die daar vast genoeg in het doel staat bij Feyenoord. Mag ook de, de doeltrap nemen. Ten richting Sinisterra. Of Dankelui. Het is uh, Sinisterra. Die de bal bezit, behoudt. Dankelui zit de druk op Sinisterra. De bal naar Malatia. Sinisterra. Balk die nou de bal probeert te onderscheppen. Nog steeds die ene voorsprong van Feyenoord. En de bal bij Boznik. Sinisterra. Uh, Groningen moet nu druk gaan zetten. Lukt dat ook? IE doet dat goed. Bal nog steeds voor, uh, voor Feyenoord. Matusiwa. Matusiwa. Bozeniek. Nu moet het oppassen geblazen voor Groningen. En die bal gaat erin. Het is de gelijkmaker. Bozeniek. En het is 1-1. Feyenoord komt op gelijke hoogte. Laatste 20 minuten. Weer de aanval voor Feyenoord. Narsing. Narsing Goed weggedraaid. Nu moet het goed verdedigd worden. En het wordt het. Maar het is een overtreding van FC Groningen. Pol. De invaller. Met de overtreding. De vrije trap wordt genomen door Kokciu. Moet Pat gaan uitkijken. Bij die vrije trap van Feyenoord. Bout klagen. Ligt op Matsiva. En dan in de muur wordt hij weggehaald. Duidelijk. Goed gedaan door Groningen. En dus is duidelijk de vrije trap voor FC Groningen ook. Bakker krijgt de bal. Bakker. Goed. Loenswist. Kans nu voor uh, Groningen weer. Haroui. Haroui. Loenswist. Erin gekomen. Goede paas op balk geven. Nou, balk, laat jij je dan zien. Balk als tijdelijke vervanger van Robben. En hij doet het hier ook. Want hij zet Groningen op de 2-1 voorsprong tegen Feyenoord. Laatste kwartier in de kuip. En Groningen staat voor. Zo is, het, zo is dat voor ons in de competitie een goed vooruitzicht. Dat we hier winnen van uh, Feyenoord. Als het zo blijft. 2-1 door uh, Remco Balk. Tussen minuten 88. Feyenoord. Zoek nog wel naar de gelijkmaker. Kokciu. Asako. Nihoi hoe Goed onderschepping. Van Kaam probeert het. Ook ingevallen van Kaam, Malatia. Sinistera. Twee minuten extra tijd. En Feyenoord het bal bezit. En Feyenoord komt nog gevaarlijk aan de bal. tackle is uh, daartegen niet goed. Want weer de vrijtrap. trap. En nu is het de gele kaart uh, weer voor Groningen. Door voor Ballak, Vrijtrap genomen. Richting Narsing. Kopbal. bal weggehaald. Hierdoor Balk nog een keer nog een keer gekopt. In handen van Pat, en is de wedstrijd ook wel voorbij. En dan uh, winnen we met 2-1 van Feyenoord. Doen we dus goed voor in de competitie. En wachten op een volgende lastige klus. De wedstrijd in de Champions League. De wedstrijd in de Champions League. We zijn ver gekomen als Groningen. Zijn. Is dit al best ver? Ik had het niet verwacht als we nou eruit zouden vallen. Vliegen. Is op zich niet erg, want we hebben best beste uit deze met het team eruit gehaald in de Champions League. En hopen dat wij onze volgende club dat ook kunnen doen. Want het is om die club weer naar de top te helpen, want dat hebben ze wel gekund. Dat zijn, dat zijn ze wel geweest, een paar jaar geleden. Dit jaar, jaar waren ze ook wel aardig op dreef. En Fred Rutte, denk ik wel. Dat is, ik denk dat Fred Rutte ze wel aardig in het geheel kan houden en richting de top kan brengen. Hij had het ook met Groningen kunnen doen. Zowel dus niet met die andere club. Morgen gaan jullie het nogmaals. Morgen gaan jullie het zien. Oostwolden was niet tevreden met zijn wissel. Nou, dat. Uh, of, nee, ze dat, dat hij uh, niet gebruikt werd. Maar ja, hij was moe. Dus wou niet opstellen. Ik kwam de rust geven voor de wedstrijd tegen Manchester City. De eerste wedstrijd in de laatste 16 van de Champions League. Gaan we dat goed afsluiten tegen City? We gaan kijken wat het wordt. City FC Groningen. Wat een pot, wordt, wat, wat een pot gaat dat worden. Wat een pot gaat dat worden. We hebben ook eerder tegen City gespeeld. We hebben we 4-3 gewonnen thuis. En nu dus voor de tweede keer gaan we kijken wat we tegen, tegen uh, City kunnen doen. Maar nu uit. En dat is nog lastiger. Dat is zeker nog lastiger bij City. En dan uh, hopen we, dan moeten we sowieso goed blijven verdedigen. Om geen toer-tegendoepunten te krijgen. We moeten gewoon goed sterk blijven staan om dan richting de kwartfinale van dit uh, Champions League te gaan. Dat zou wel het haalbare zijn. Daar zou ik wel tevreden mee zijn mochten we dan daaruit vliegen. Dat hebben we het beste gedaan met FC Groningen. We hebben het zeker, we hebben het beste eruit gehaald. spelers schudden elkaar de handen. De aanvoerder weer, Arjen Robben. Daarachter Sergio Pat. We zien Dankelui. We zien uh, Edgar Ie, Bottengien. spelers schudden de handen. van de schrijvers en de tegenspelers. En de elf van City. Gevaarlijke elf. En onze elf. Ja, natuurlijk ook ons vaste basiselftal. Zoals jullie het kennen. Met Pat in het doel. Ie, Bottengien in de verdediging. Dankelui in de verdediging. Um, uh, Oosterwolde weer terug in de verdediging. Kortom, gewoon dit basiselftal Dan gaan we kijken wat het wordt tegen FC. Nee, tegen... nee met FC Groningen. Kijken wat het wordt tegen Manchester City. En die krijgt gelijk Joosten een goede kans. En die schiet hem ook gelijk binnen, zeg. Binnen 10 minuten is het de spits van Groningen. Ja, die ik toch wel meeneem hoor, naar de volgende club. Patrick Joosten. Het is uh, 1-0 voor Groningen. En het is Joosten die het doet. Mooi gedaan. Mooi de hoek en keep hem kansloos, Ederson. En is dus de 1-0 voor Groningen. Patrick Joosten. De zevende minuut, zijn veertiende in de Champions League. De 5-3 nu in totaal. Rodri. Zit hij natuurlijk gelijk met antwoord? Gaat zoeken, ha, uh, uh, Aguero. Aguero komt dan langs. De verdediging van Groningen. Weet even niet hoe ze moeten staan. Aguero. Dat is handig gedaan door die uh, spits van uh, City. En dan komt er ook gelijk de gelijkmaker. Vlak na die tegengoal. Is de gelijkmaker van toch wel de topsquits Aguero bij City. Het is alweer de gelijkmaker. Heel snel. Groningen kan niet lang genieten van die voorsprong. Tussen minuut 20. Hier de bal bij Robben. Kan hij wat laten zien in deze Champions league wedstrijd. Aan je Robbe. Robben. Robben met een voorzet. De bal weggeboxt door de keeper. Opgevangen door Bakker. 19 Diemers. Opnieuw schot geblokt. bal opgevangen. En hier de bal van Bakker. Ekkelenkamp. Diemers. Diemers komt daar langs. Gaat schieten. En in de redding van de doelman. Hoekschop voor Groningen. Wordt genomen door. Even kijken. Uh, Diemers. Die kan hem goed indraaien. Diemers met de hoekschop. Richting Ekkelenkamp. Bal weg weggaat door uh, Valvaarden. Opgevangen door Bodegien. Opnieuw door Elmo Alancoury. IE. IE van afstand. En die bal in de handen van de doelman. Anderson. Dus 25 minuten aan de gang. De 1-1 stand. 5-4. De voorsprong voor Groningen. En nu komt City er weer uit. Sterling. Maar loopt er geen speler eigenlijk voor in. En moet Sterling wachten tot er een speler voorin loopt. Want de Bruine komt daar nu ook bij. Hier de bal bij de Bruine uiteindelijk. De Bruine gaat het proberen. De Bruine. En het is 2-1 voor City. We staan, op, we staan achter en we staan gelijk. Qua aantal punten met de vorige wedstrijd. En Groningen gaat nu op Jacht naar de gelijk maken. En de voorsprong. Joosten gaat het proberen. Joosten voor zijn tweede. Jazeker! Joosten voor zijn tweede. En het is weer gelijk. En de voorsprong is er weer voor eh, FC Groningen. De gelijkmaker van Patrick Joosten. Toch wel de man van Groningen hoor. Zeker de man van Groningen. Hier zien we het nog een keer. Goed binnengeschoten weer door Joosten. Ontboet. On, on, ja. Goed, goed de man van zich afgeschud. Uh, en de 2-2 dus. 5-6 in totaal. Hier is het bijna afgelopen. Groningen die het balbezit uh, niet kan behouden. Alhoewel, natuurlijk wel de ingoei nu voor Groningen is. Robben. Bakker. Laatste minuut is dus ingegaan. Hoeveel extra tijd komt erbij? Joosten. Gaat het proberen. Richting Diemers. Goed. Diemers dan. Diemers. Voorzetten. Richting Robben. Schot geblokt. Joosten nou uiteindelijk weer. En met zijn hat -trick. Zo vlak voor rust. De 3-2 voor Groningen. En het is weer Patrick Joosten. Zijn hat in de Champions League wedstrijd. Hij doet het fantastisch in de Champions League. Wat mooi voor hem zeg. De spits van Groningen. Hoe lang blijft hij dat nog? Ja, als wij vertrekken naar de volgende club waar we heen gaan, dan gaat hij ongetwijfeld mee. Wat voor carrière gaat hij maken? Want we gaan hem meenemen waar wij dan ook naartoe gaan. Minuut 54. Tweede helft ondertussen begonnen. Uh, uh, City sterker, met name door Griesman die er binnen de lijn is gekomen. Goed onderscheid van IE. Dus de kant op de mogelijkheid. Ekele Mo Gevaarlijk nu weer. Mo Elankouri richting Robben. Altijd gevaarlijk aan Robben. Ook begint hij wat binnen te worden. Robben gaat het zelf proberen. In de handen van Anderson. Nog steeds de 3-2 voorsprong voor Groningen. Door drie keer Patrick Joosten. Wat een speler. Wat een spits. Ongelooflijk mooi. En ik ben hem toch echt van plan om bij de volgende club hem aanvoerder te gaan maken. Patrick Joosten. Want hij heeft het toch zo goed bewezen bij Groningen. En ja. Het zou voor Groningen heel dom worden. Mocht die speler gaan vertrekken, maar dan gaan ze heel veel spelers, al oh, veel spelers, een paar spelers kwijtraken die kunnen toch wel gaan gebruiken bij de volgende club. Sterling, goed onder op Bottegien. Minuut 65, Boddington rottan tegen weer Schorger, Sterling, de bruine. Nu zit uh, hij weer op jacht naar de voorsprong, of de voorsprong. Ja, ook. Nee, niet de voorsprong, de gelijkmaker, maar die krijgen ze er niet in. Tussen minuut 68, Griesman weer, Sterling weer, Sterling. Verdedigen lukt. Harouy krijgt de bal. Harrowy richting Moëlla Koury. Prachtige paas. Als hij aankomt. Hij komt niet aan. Wordt verdedigd. Cancelo. Met het balbezit. Valvaarde. Valvaarde. Rodri. Griezmann. Griezmann. De bruine uitkijken nu. Kan het zomaar 3-3 worden. En dat wordt het ook. Het is 3-3. We staan nog voor met uh, 7-6. In totaal. Maar het is wel de gelijkmaker aan deze wedstrijd. Tussen minuut 81. is gebeurt. Zit hij weer op jacht naar een doelpunt. De bruine Valvaarde. Uh, Groningen moet uitkijken. Niet tegen een 7-7 aanloopt. En een 4-3 achterstand. Torres. behalve verdedigen ze uiteindelijk? Harobi hier. Nu de kant omhoog krijgt voor Groningen. Robben. Kan het dan nu uitkomen? Robben is natuurlijk uitgeput. Diemers dan. Diemers. Richting Moe Helemaal aan de andere kant. Laatste vijf minuten. Moe Met de voorzet. Weer Joosten. En die kan de bal net niet lekker controleren. Ze blijven nog steeds 3-3. En de 7-6 in totaal. Na de eerdere 4-3 thuisoverwinning van Groningen is het nu de 3-3 stand tegen City uit. City hebben het moeilijk met Groningen. En wij spelen ja, verbazingwekkend goed. Wel veel tegengronds geïncasseerd ge 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 natuurlijk, dat wel. Joosten die krijgt de bal hier goed. Nou, Joosten aan voor de 4-3. Joosten, en dan uh, geeft hij hem nog voor. Waar hij misschien zelf al eerder had moeten schieten. Robben, nog een keer voorgegeven. Joosten, weer niet. Bal weggehaald, opgevangen door de Bruinen. 32e tijd, die zijn voorbij. En uh, dan is de wedstrijd nog niet voorbij. Het is een overtreding van Robben. Nou, Robben, wat krijgt hij? Oh, rood voor Arjen Robben. Hij mist de eerstvolgende wedstrijd in de Champions League. De kwartfinale. Die zal zijn tegen Bayer Leverkusen. Hij mist die eerste wedstrijd dus. Arjen Robben. Hoe kan je dat doen, Robben? De wedstrijd is voorbij. Maar in de laatste minuten maakt Robben een hele, hele, hele rare overtreding. Een hele domme overtreding ook. Maar goed. Tegenover daarna gaan we simuleren in de competitie. En die wedstrijd tegen ADO met het balenzelfde Die verliezen we ook weer met 3-2. Ze gaat het in de competitie niet echt lekker. We moeten gewoon eigenlijk winnen. Dat is gewoon het beste. Maar het wil nog niet echt. Hier zien we AZ staat 62. AI AH staat 58. PSV 58. Het zit allemaal dicht bij elkaar. Uh, we gaan trouwens ook de volgende aflevering... Uh, niet de vol nee, de, de, de volgende week. Want morgen hebben we nog het Groningen. Maar daarna... En natuurlijk, uh, de WK met Turkije, die gaan we ook spelen. Uh, Ajax, is voor de volgende aflevering. En dan zie je. Nee, die ga ik. Uh, nee. Tegen Ajax is de volgende aflevering toch? Voor mij wel. Of ga ik die simuleren? Ik ga die spelen zelfs. Ik ga die nog spelen. Ik was even in de war. Maar goed, we gaan het nog spelen tegen Ajax. Zullen dus we dus twee wedstrijden gespeeld deze aflevering? Ja, op een gegeven moment weet ik niet meer wat ik heb gespeeld wat ik opgenomen heb. Want ik loop nu al ver vooruit. Ik heb twee afleveringen al klaar: deze en voor morgen. Dus ik weet even niet meer wat ik daar gespeeld heb. In ieder geval, mogen we de dus starten tegen Ajax. Hier Joosten al goed begint: 1-0 voor Groningen. En het is weer Joosten, die het ook al deed in de Champions League-wedstrijd. En Robben dus hier ook nog spelen. Maar ja, Robben mist dus de volgende wedstrijd tegen Leverkusen in de Champions League. De kwartfinale, de eerste kwartfinale in de Champions League. Maar ja, eerst maar kijken wat deze wedstrijd gaat worden tegen Ajax. Gewonnen van Feyenoord, gaat het ook lukken tegen Ajax? Het moet eigenlijk wel. Willen we nog meedoen om het kampioenschap? Moeten we de grote clubben gaan verslaan? Hier de bal bij Kudus. Ajax gaat natuurlijk gelijk antwoord zoeken. Piri, Neres. Piri, Huntelaar. De Laar wordt uh, daar de bal uh, onderschept, maar dat is ook Hens gemaakt denk ik. De vrije trap dus voor Ajax, Alvarez met de vrije trap. Kourous, bal weggehaald, opgevangen door Gravenberg. Nee, niet, oké, okay. Moëlle Nkoury dan, Moëlle Joosten. Terug naar Moël Nkoury, ja goed, kans nu voor Groningen. Moëlle Nkoury draait terug, wacht op een medespeler, of gaat zelf? Hij gaat zelf en een redding en dan hier de rebound voor Joosten en dan is het 2-0 voor Groningen. En alweer de tweede voor Patrick Joosten. Binnen 10 minuten is het 2-0 voor Groningen. En twee keer de spits. Wat fantastisch mooi is dit, zeg. Vlak naar de hegel. aftrap. Balbezit is natuurlijk voor Ajax. Oeh, slecht gedaan. Bakker kan de bal daar zo onderscheppen. Joosten, Diemers. Diemers van afstand. En wat een afstandsschot, zeg. Van Mark Diemers. Het is 3-0. En nog niet eens een kwartier gespeeld. Groningen straft Ajax af. Binnen het kwartier 3-0. Hij vliegt naar de coach Fred Rutte. Jem Kochten. Hier zien we het goede paas van Joosten. En een fantastisch binnengeschoten. Door Maart Diemers. Minuut 12. Ondertussen 14e minuut. Ajax gaat op jacht naar een antwoord. IE. Maar Groningen blijft goed verdedigd werken. Hier dan. Kudus. Uitkijken nu. Kudus. Kans van Ajax. Tackle. Overtreding van Groningen. Bottegien met de overtreding. Had er een kaart komen? Ik denk de hele kaart voor Erik Bottegien. Nee, rood. Rood voor Bottegien. Zo is het ook het domper nu. Kwartier gespeeld. Rood voor Groningen. Tegen 10 man tegen Ajax. Met 11 is het al lastig. Althans, we staan 3-0 voor. Een soort PSV-AZ scenario. Zoals gisteren dat was. Eergisteren dat was. Toen 3-1 werd gewonnen van PSV door AZ. Ook heel erg verrassend was natuurlijk. Had niemand ook verwacht. Hier komt Ajax nu uit. Kudus weer. Weer de tackle ingezet. Nog steeds Ajax. Met Kudus. Uitkijken nu. Voorzet komt. En de bal overgekopt. Door uh, Ajax. Minuut 37 ondertussen. Nog steeds 3-0 de voorsprong. Als zo blijft, ga ik de tweede helft simuleren. Kudus komt hier langs. Kudus in een redding van Sergio Pad. Goede redding van de doelman van Groningen. Hoekschop, wel voor Ajax. Nee, dat is met de hoekschop. Richting uh, hun Gaat hij er ook aankomen? Nee, weggekopt door Bakker. Opnieuw de hoekschop voor de, uh, Ajax. Minuut 40. Nog 5 minuten officiële speeltijd in de eerste helft. Moëlen Koeri haalt de bal weg. Opgevangen door Kudus. Nu de bal hierdoor. Bakker onderscheidt. Bakker en Joosten. Prachtige paas. Joosten terug naar Diemers. Dat is verrassend. Diemers naar voren. Moëlla Nkoury. Moëlla Nkoury gaat het zelf proberen. Hij wacht tot de speler voorin vrijloopt. Hier Robben. En die schiet de bal heel slecht naast zeg Anjo Robben. Ja had moeten zitten. Ook een domme rode kaart gepakt in de Champions League. Maar hier had hij de bal voor de 4-0 binnen moeten schieten. Maar het blijft 3-0. We kijken wat het simulerend gaat worden. Als we de wedstrijd de tweede helft gaan simuleren. Hopen dat het dan uh, goed blijft gaan. Mocht het slecht gaan, dan gaan we weer invallen. Joost krijgt bijna de kans weer, zou weer zijn header kunnen maken, maar hij gaat er dus niet in. De keeper kwam op tijd. In de 2 minuten zijn voorbij, maar Ajax is, is in de aanval. Neres moet Groningen nog uitkijken. IE gaat de tackle inzetten, maar de bal is uh, al weg. Neres nog. Zal de laatste kans even Ajax op vlak voor rust. Dat is de laatste kans, want de eerste helft is voorbij bij de 3-0 voorsprong van Groningen. gaan we de tweede helft simuleren. te kijken hoe het verder gaat. En... We mogen denk ik al blij zijn als het 3-0 blijft. Dan is het al binnen het kwartier beslist hè. En we ook nog met een maal minder staan. Bot geschorst is. En wij gaan dus vol verwachting naar de wedstrijd tegen Baja Leverkusen. Die is voor de volgende aflevering. Waar we alle twee de wedstrijden spelen tegen Leverkusen. En uh, ja, daar gaan we het meemaken van wat het gaat worden. Uh, deze wedstrijd is bijna tot zijn eind gekomen ik denk wel dat het 3-0 blijft, tweede helft Ajax ook nauwelijks kansen had volgens mij, in ieder geval ze komen er maar niet uit, helemaal niet kunnen scoren en wij staan nog steeds op een mooie 3-0 voorsprong en dat uh, blijft ook al bij vind ik ook wel mooi even kijken, ja het is klaar we winnen met 3-0 van Ajax, we gaat het dus wel goed in de competitie, redelijk goed, we winnen van de topploegen uh, deze wedstrijden met, uh, met uh, Turkije gaan simuleren tegen Argentinië en Uruguay, vooraf aan de 2K hebben we dus één keer wat en verloren ik hopen dat we het op het WK met Turkije beter gaan doen. We gaan nu kijken wat het wordt. We staan op 60 punten. AZ65. We liggen allemaal dicht bij elkaar. Moeten we moeten nu eigenlijk winnen van Herakles met ons tweede elftal. En dat doen we ook. 2-1. Kijk, dat is mooi. Ik denk dat ook met de tweede elft elkaar gaan winnen. En nu gaan we door naar de volgende wedstrijd. Die is voor de volgende aflevering. Tegen Bayer Leverkusen. En daar willen we natuurlijk gewoon een goed resultaat tegen halen. Want we spelen nu bijvoorbeeld maar eerst eerste keer thuis. Daarna moeten we uit. Dat wordt lastig. Tegen de Duitse club. Duitse clubs zijn altijd lastig. Maar dat zien we voor de volgende aflevering hoe dat gaat uitpakken. Ik bedankt voor het kijken naar deze video terug op het duimpje gedaan. En dat zeg ik zoals altijd, en zoals nu: later. Yeah.